Ja, dan moet je het wel menen. Maar zo voor de ontvanger toch niet uit of je het uit een goed hart geeft? Nee, dat misschien niet. Dat is niet cynisch. Dat is precies het probleem van ontwikkelingshulp. Het gaat erom om mensen hier een goed gevoel over zichzelf te geven. Dat kan ik gratis geven. Afkoop. En dat geldt daar niet lang toe. Dat vind ik echt te cynisch. Ja, dat mag, maar ik vind u echt te cynisch in deze. Dat is niet... Ik heb in de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking gezeten. Dat is prachtig, maar ik vind u echt te cynisch. Ik ben voor het Rode Kruis ooit naar Irak geweest. En ik kan je in vertrouwen meedelen, maar dan komt ik steeds ouder word. Elke 3, 4 jaar komen er, net wat u doet, dan ontwikkelingshulp, dat werkt niet, maar dat moet anders. En dan komt er weer een nieuwe formule, die ook niet werkt. En dat werken ze dan 4 jaar later. En dan zijn mensen weer vergeten wat er gebeurd is. En dat gaat zo al 50, 60 jaar door. En er zijn miljarden op die manier naar de banken in Zwitserland verdwenen. En dat is natuurlijk goed, want er wordt gerecycled in de Europese en westerse economie. Maar om dat ontwikkelingshulp te noemen, dat is echt ridicuul. Maar goed, ik wil daar... Maar is uw antwoord dan, doe maar helemaal niks? Wie heeft Nederland ontwikkelingshulp gegeven om van de 12e eeuw naar de 21e eeuw te komen? En je ziet dat landen die geen ontwikkelingshulp gehad hebben, omdat ze politiek stout waren bijvoorbeeld, daar zijn dingen als, al die dingen waar de welvaart en de welzijn aan gemeten wordt, die zijn daar vooruit gegaan. Ik zit daar nou niet meer zo in, maar ik ben het Nicaragua. Die zijn ooit een tijdje stout geweest, geen ontwikkelingshulp gehad. In die tijd ging alles daar de goede kant uit. En mensen moeten hun eigen broek ophouden. En geld overmaken naar een dictatuur heeft geen enkele zin. Nee, maar het lijkt nu wel alsof geld wel overgemaakt wordt. En als het om ontwikkelingshulp gaat, dat het altijd meteen in de zakken van de Bokassa's van deze wereld verdwijnt. En dat is ook niet zo. Luister eens, in zo'n land waar de macht van de zon, waar de zon van de macht maar vanuit één punt schijnt. Daar die regeringen die willen helemaal niet dat er buiten de hoofdstad, waar zij de baas zijn, welvaart en vrede en rust en noem maar op ontstaat. En dan kunnen wij wel zeggen, wij willen dat dat wel ontstaat, maar ik heb een slecht bericht voor u. In de derde wereld zijn de regeringen van de derde wereld de baas. En niet de do-goodies uit Den Haag. Nee. Meneer Brinkman, is er nog een conclusie getrokken door u?